Het afgelopen weekend zijn op diverse plaatsen Diwali-activiteiten georganiseerd. Het begon op vrijdag met een nationale Diwali-manifestatie van de Culturele Unie Suriname Kus op het Onafhankelijkheidsplein en een vervolg op zaterdag eveneens op het Onafhankelijkheidsplein met muziekoptredens van studenten van Riaas Music Institute en een tabla-optreden van Shailendra Madari. Het lichtjesfeest werd ook gekleurd met praaloptochten, onder andere aan de Martin Luther Kingweg. President Chandrika Prasad Santokhi heeft vrijdag samen met First Lady Melissa Santokhi Sinacheri het Diwali ingeluid. Met ruim 800 personen, onder wie meer dan 500 kinderen in de achtertuin van het presidentieel paleis. Deze avond was een initiatief van Lions Club Parwani. Het staatshoofd zei dat Diwali een aanzienlijke invloed heeft op het leven. De president vindt het belangrijk dat wij allemaal samen de weg verlichten naar een betere toekomst.